Dag voetbalvrienden van VV Ameide. Hartelijk welkom bij de laatste aflevering van dit seizoen van het Pil van de Week interview. Laatste aflevering betekent de laatste thuiswedstrijd. En dat is aankomende zaterdag tegen... Weet jij het? Nee. Even bedenken. Niet goed hè? IFC, dat was hem. IFC. En jij bent Pil van de Week. Stel je eigen voor. Nou, ik ben Fabian en ik ben 10 jaar en ik speel bij de E1 van Ameide. En daar ben ik spits en ik zit op de kandelaar in Ameide. Kijk, dit is nou perfect je eigen voorstellen. Hoe lang zit je al op voetbal? 5 jaar. 5 jaar. En ben je al een paar keer kampioen geworden? 3 keer. 3 keer. Dat is een goede, hoe ga ik dat eens noemen, een goede verhouding. 3 keer in 5 jaar. Als dat zo je aankomende jaren doorgaat, dan heb je een hele mooie voetbalcarrière voor je. Dat denk ik wel. Hey, je staat er in spits, rechts of linksbenig? Ik ben rechtsbenig. Oké, okay. Maar je scoort misschien ook af en toe over naar links? Soms. Okay. En sta je altijd in de spits of sta je ook eens op een ander plekje? Soms sta ik rechtsachter. Oh, dat vind ik best zeker. Oké, okay. En dan gaat dat ook goed? Ja. Mooi. Dus en je zegt, je zit op de kandelaar, groep 7? Groep 7, ja. Oké, okay. Weet je al waar je later wil worden? Nee. Nee. Nou, scheelt er een nog heel veel jaartjes voor om erover na te gaan denken. En wie weet komen we er zelf een keer achter. Ja. Wat is je lievelingsvak? Vakantie. Vakantie. Puik antwoord. De laatste aflevering die we vonden de beste tot nu toe. Mooi man. En heb je al vakantie geboekt voor de zomer? Ja. Tenminste, jij zal niet alleen gaan, denk ik. Nee. En ben je vrienden ook niet? Waar ga je heen? We gaan op een jacht in Friesland. Kijk, superleuk. Hoop op goed weer. Komt het helemaal goed. Mooi. En jij buiten voetbal om nog hobby's? Ja, vakantie vieren, zwemmen misschien. Dat is wel leuk, ja. Ja, en lekker voetballen buiten met je vrienden. Ja. Mooi. Nou, leuk om te horen. Wat is je lievelingseten? Nou, ik stel moeilijke vragen hè, vandaag. Ja. Denk er even over na. Broodje warm of zo. Ja, lekker. Ja. Een beetje knoflook erbij, een beetje sla. Heerlijk, hou ik ook van. Mooi. En zaterdag ben je Pil van de Week. Kom je wel eens kijken met de eerste? Ja. Nou, een beetje een wisselvallig seizoen, hè? Ja. Niet best. Dan winnen we, dan verliezen we. En we zijn nog niet veilig. Dat betekent dat we nog 3 puntjes nodig hebben. En dan gaan we zaterdag verzorgen. Hoeveel gaat het worden? 2-0 voor de meiden. 2-0 voor de meiden. Ik teken ervoor. Dan kunnen we toch zeggen dat we veilig zijn. Helaas iets te laat in het seizoen. Maar goed, het kan niet altijd mee zitten. Nee. En dan gaan we lekker de zomerstop in en dan gaan we volgens seizoen weer knallen. En jij gaat naar de onder de 13? Weet ik nog niet. Of blijf je nog onder de 11? Dat kan ook natuurlijk. Ja, ik weet niet. We zien het wel. Top. Hey, tot aan. We nemen uit en supporters zingen luid. Je lachen of je wil of niet. Als een kans dat hij voortdurend op de loer. Komt de bruine monster aan en gaat er toe. Ook de bijen extra stevig.